Vertrekkend vanuit de diagnose van wat is de juiste problematiek. En die diagnose is dat we veel te veel land gebruiken en veel te veel versnipperd zijn gaan wonen, waardoor openbaar vervoer quasi onmogelijk is in ons land. En onze landelijkheid kapot gemaakt wordt door een overdosis aan verkavelingen. Is de oplossing, is de juiste manier om daar iets aan te veranderen, selectief te gaan verdichten. Dus een keuze te maken aan steden, kleinere steden en grotere dorpen. En die mogen nog wel compacter worden en daar zal wat hoger en wat denser moeten gebouwd worden met meer rijwoningen, geen verkavelingen meer, geen vrijstaande woningen. En dat geheel zou heel hard moeten gekoppeld worden aan een ander systeem van openbaar vervoer. Transit-oriented development of mobility-based development, waarbij je eigenlijk enkel nog daar gaat verdichten in de buurt van knopen van openbaar vervoer en collectief transport, waardoor eigenlijk het hele land er op verschillende manieren beter van wordt. En vooral we van 2-3% natuurreservaten zouden kunnen komen tot een 25-30% groene ruimte in dit land.